En goed, dit is een van de meest dramatische vergissingen. Nou, vergissing is misschien een groot woord. Een van de meest dramatische wandaden van de afgelopen kwart eeuw. Uh, natuurlijk nu volledig in de schaduw geraakt door, het, door de nog veel grotere wandaden van Poetin in de Oekraïne. Maar dat neemt niet weg dat dit natuurlijk ook een zeldzame wandaad was. Uh, die bovendien natuurlijk gebaseerd was op een, op een reeks van, van evidente leugens. Je hoefde geen genieten te zijn om, om zelf te kunnen vinden dat het leugens waren. En, en natuurlijk ook de hele doelstelling was, was krank Joram, uh, het idee dat, dat het zou bijdragen aan de democratisering van het Midden-Oosten en de oplossing van het Palestijns-Israëlische probleem en ga zo nog maar even door. Terwijl het natuurlijk een verdere bijdrage heeft geleverd aan de destabilisering van het Midden-Oosten, aan de opkomst van ISIS die zonder die interventie niet denkbaar zou zijn geweest. En uiteindelijk misschien aan het gekste van al, dat het ten dele gericht was op het vermijden van de invloed van Iran. En als het nou tot iets geleid heeft, dan is het tot de enorm gegroeide invloed van Iran in Irak. Omdat natuurlijk de Shiiten in Irak in de meerderheid zijn. Dat de Amerikanen ook wel kunnen weten, met alle gevolgen van dien. He, het belangrijkste Sjiïtische heiligdom is niet in Iran, dat is in Irak. Dus ja, er stond ook vandaag een groot stuk in de New York Times over wat de huidige situatie in Irak is. En ja, dat is bedroevend. Ja, de vrijheid was iets groter, dat hadden ze dan nog wel eh, geobserveerd. Maar voor de rest is Irak in allerlei opzichten een failed state. Het is werkelijk zo ongelooflijk corrupt dat het was wat betreft de doorzichtigheid van het politieke bedrijf. Ik geloof 159 op de wereldlijst, dus dat betekent wel heel diep gevallen. Nee, dat is, dat, het is intens droevig dat dat gebeurd is. Vooral omdat het natuurlijk honderdduizenden, miljoenen doden gekost heeft, deze, deze onzin. Want dit was dan niet waar het centrale stuk van de oorlog tegen het terrorisme, waar ze niets van begrepen hadden. Nogmaals, want iedereen had kunnen bedenken. En natuurlijk het interessantste van alles, dat zijn we allemaal gemakshalve even vergeten. Niet waar, is dat Frankrijk en Duitsland zich expliciet tegen deze onzin verzet hebben. Nog herinner ik mij het stukje uit de kwaliteitskrant. Nou, dat zouden de Duitsers en de Fransen, dat zouden ze duur te staan komen. Nee, precies het omgekeerde. Want je weet, wij stonden ook achter de Amerikanen. Natuurlijk. Met Balken en de Toen, hè? Ja, en denk ook ik meen zelfs dat Chirac ooit gedreigd heeft. met een blokkade in de Veiligheidsraad. waarvan natuurlijk Frankrijk en Engeland ook lid zijn. Eh, eh, als, als de Amerikanen toestemming via de Veiligheidsraad zouden willen hebben. tenslotte hebben ze daarvan afgezien. Eh, dit, is een, dit is een volkomen eenzijdige, unilaterale. Eh, onderneming geworden. Sorry, met één. Een eh, uitzondering natuurlijk dat die maloot van een Tony Blair eh, zich bij de Amerikanen aan heeft gesloten, wat hem in feite zijn reputatie heeft gekost, en dat zal nooit meer goedkomen. Er is wereldwijd gedemonstreerd tegen die interventie. Ja, de Amerikanen waren natuurlijk zo vervuld van woede en hubris dat ze ermee door zijn gegaan. En we herinneren ons allemaal nog de tragicoomische elementen. Bush, die hem in, in, in pilotenuniform, niet was Tom Cruise, arriveert op het dek van het dat vliegtuigschip met een enorm groot doek. Hè? Mission accomplished. En toen begon het gesodemieterpas. En het motief was, ze hebben massavernietigingswapens en die bleken ze niet te hebben, toch? Nee, dat kon iedereen weten dat die er niet waren. Dus ook in Amerikaanse kranten met keurig uitgezocht hoe het zat. Ja, de grote zeep, het was de New York Times. Die... Ook uitgebreid zijn excuses heeft gemaakt voor de zeer misleidende berichtgeving over die zaak. Hoe, hoe hadden ze kunnen weten dat ze dat niet hebben? Door de Night Ridder Press te lezen. De Night hadden wat voor reden dan ook een goede researchafdeling afdeling. En die schreef uh, regelmatig stukken. Die ook overal ook werden gelezen en die werden opgemerkt. Dat het, dat een kletskoek was. Op wat voor kranten zijn dat? Nou, die zijn ondertussen is het Night Ridder, Dat was een concern, zo heet dat concern. Dat waren meerdere, enkele tientallen kranten. Ik geloof dat de Night Ridder Concern ondertussen weer verkocht is. Hoe het met het Night Ridder Concern staat, weet ik niet. Maar in die crisis zie je dat, dat in feite de politiek. Nee, sorry. Dat in feite de journalistiek prima werkte. Je ziet iets anders wat veel en veel droeviger is. Namelijk dat als een regering bereid is systematisch, structureel, langdurig... te liegen dat ze barsten... dat de bevolking dan althans in, in meerderheid daarmee meegaat. Ook in een democratie als de Amerikaanse. Dat is een hele, hele droevige conclusie. Want de meerderheid van de bevolking was er in. De, ja, nu is dat natuurlijk allemaal lang geleden... iedereen begrijpt dat het een gigantische blunder geweest is. Ook die stomme Bush junior... Hè. Dat je, dat, je, dat, je, dat je, als je zo'n sukkel bent, dat je wel president wil worden. Eh, dat je niet, niet in staat bent om te zien wat je eigen beperkingen zijn. Hij is natuurlijk door die Tseny deels ook in deze, deze val gelopen. Operatie Iraqi Freedom, zo heette die. Ja, het was verschrikkelijk. Geleid ja. tot een jarenlange burgeroorlog daarna ook nog. Ja, en dat is eigenlijk nog van het drama, natuurlijk in Afghanistan. Ja, honderdduizenden dodelijke slachtoffers en miljoenen mensen die sloegen ja. op de vlucht. En die massavernietigingswapens hebben ze nooit gevonden. Geen daarvan. Nee. Nogmaals, dat was algemeen bekend. Maar goed, ja. ook het daar in Wenen, dat had meerdere malen geconstateerd dat het onzin was. Ja. Ze speelden dat spel wel nog mee, want toen, er was een operatie dan na Irak en die ging dan onderzoeken of, of ze die konden ja, vinden. Dat was wapen. nog geïnspecteerd en zo, maar dan werd gezegd van ja, we hebben op... Uh, Weet ik het, een groot aantal locaties in Irak gemeten. En als je natuurlijk bezig bent een atoombom te bouwen, dan is dat, als je op een groot aantal locaties mailt, dat kind is ontsnapt. Ach, dat is toch wat, kinderen. Zag um, je dat? Ja, ja, ik zag de moeder rent erachteraan. De moeder rent niet. er wanhopig achteraan. achteraan met het waantje. Nee, dat is, het is een verschrikkelijk drama. Het is toch nuttig dat we het herdenken, naar mijn idee? Oh ja, omdat het zo'n zo, zo gruwelijke blunder was. En, en dat al die, al die andere godvergeten sukkels die de wereld moeten leiden, de Xi Jinping's en de Poetins, en dat als je ze even de kans geeft, dat ze ook meteen weer zulke halfgare ondernemingen starten, terwijl ze zouden kunnen weten hoe gigantisch groot de risico's zijn. En, en wat voor gruwelijkheden ze de wereld aandoen, hmm. stomme Bush. Hè? Ja, dat de Nederlandse regering daar toch in mee gedaan heeft. Maar was dat je puur... moest in de tijd altijd naar de Belgische tv kijken, die was honderd keer beter. Want bij ons was de tv toch, dat kon je heel goed merken, gericht op het, op het positieve Nederlandse regeringsstandpunt. Ja, propaganda dus. Die goed werkten daar. Gewoon propaganda. Het woord is. Ja, ik was daar even nog niet zo opgekomen. Propaganda, dat was het. Maar we zijn met z'n allen dus voorgelogen. Ja, zeker. En er waren mensen die wisten dat vanaf en we het begin het al. te kunnen weten. Ja, ja, zeker. En anderen zijn er later achter gekomen van we zijn gewoon genaaid. Ja, ja ook, ook een aantal Nederlanders die in dat tijd. Uh, er enorm voor waren. die hebben achteraf een excuses aangeboden. Hmm. Hmm. En de regering is meegegaan vanwege belangen. De regering heeft steeds. ook in Afghanistan, naar mijn idee deelgenomen aan die operaties, om een betrekkelijk eenvoudige redenen dat wij vaak misschien in de achterkamers wel twijfel hadden, maar dat we we wilden aan tafel zitten, zoals dat heet. Wij wilden erbij zijn. Wij wilden een betrouwbare bondgenoot zijn. We hebben het vorige week gehad over de bescherming bevolking, waar in feite een 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 coulisseorganisatie opgetrokken is, waarvan iedereen wist. Dat hij niet zou kunnen doen wat hij zou eigenlijk zou moeten doen. Maar om de Amerikanen een beetje tevreden te houden. Hmm. Om te laten zien dat wij ook. Ja. Hè, dat we ook pal stonden tegen het rode gevaar. En het probleem van de Amerikanen is natuurlijk dat het een sterk paranoia gestuurde cultuur is. En zagen wij ook nog een extra kans omdat dus Duitsland en Frankrijk zo kritisch waren? Nee, dat denk ik niet. Nee. Het siert overigens de Duitse politieke en de Franse politieke leiding. Dat ze helemaal, dat ze hebben geen van, van op het eerste moment. Ja. Nou, Schreuder pas geloof ik wat later, maar... Merkel was er toen nog net lak. niet, hè? Nee, nog lang en breed niet. Uh, Merkel is denk ik van 2005. Uh, maar het sierak er echt helemaal niks van moest hebben. Krijgt niet. Die heeft ook de hele tijd niet meegedaan. Nee. nee. Oké, okay. wat was het Europa-standpunt dan toen? Geen idee, maar dat was denk ik geen, geen gezamenlijk standpunt over de Europese Unie, eh, van de Europese Unie eh, over, de, over de aanval op Irak. Mm, ja. En waarom is, je zei net, het is nuttig dat we het herdenken. Je hebt al één argument genoemd, maar waarom is dat goed om dat te blijven doen? Om dus te zien van hé, hey, om een diep, diep wantrouwen te blijven koesteren bij dit soort van halfharen plannen. Eh, en, en ook bij elke. Elk, elk gepraat over geopolitieke belangen en wat daarmee gedaan zou moeten worden. En hoe Palmen wel niet moeten staan, ik ben ook helemaal niet gelukkig met het feit dat wij moeten instappen op die, op die, laten we zeggen, die confrontatiekoers met China, die waarvoor Amerika gekozen heeft. Ik vind dat niet gelukkig. Dat levert niets op uiteindelijk. Wanneer is een interventie dan wel nuttig, wat jou betreft? Als je aangevallen wordt door, door een agressor die het op je voorzien heeft. Oké, okay, dus alleen maar als je aangevallen wordt. Dat ja, dit is dus verdediging. Ja, ja, ga je even na. Kun jij een voorbeeld geven van na, van na de Tweede Wereldoorlog, waarbij de agressor evident uiteindelijk gewonnen heeft? Ik denk het niet. Noord-Korea? Nee, is het niet. Vietnam? Eh? Waar dan ook maar. Ja, of je zou moeten zeggen, de agressor in Vietnam was niet Amerika. Maar was het was het, uh, het Viet Cong regime of de Viet Ming? En dat was natuurlijk een beetje onzin, zou ik zeggen.